Welkom, mijn naam is Wouter Monde. Dit is de Elektra Podcast. Een podcast waarin ik met collega's herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht, dat ooit bekend stond als de Comedy Hell. Deze aflevering praat ik met Hans Sibbel. En die ken je misschien beter als Lebbes. Inderdaad, de Lebbes van Lebbes en Jansen. Hans toert met avondvullende voorstellingen en hij is al sinds begin jaren 90 actief als stand-up comedian. Toen begon er één te huilen. Ik denk, oh kut, heb ik dat ook nog? En die liep weg en die ander ging achteraan om me te troosten. Maar goed, het probleem was opgelost, dus de zaal nog harder lachen. En toen de afloop, toen ging ze naar me toe. En toen begon ze tegen mij, ja, maar ik zit ook de hele tijd tegen die neusgaten van jou aan te kijken. Hans werd 4 keer genomineerd voor de Pulifinario, de prijs voor het meest indrukwekkende cabaretprogramma. En hij won de Pulifinario voor zijn programma Branding. We namen deze show op in Comedy Café in Amsterdam. Ik zou zeggen, ga er eens een keer een show zien zodra het weer kan. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast met Hans Sibbel. Ik heb eerder ook al een keer een aflevering met Dolf opgenomen. Ja. En jij, Dolf, hebt natuurlijk heel lang samen gespeeld. Ja. Ik heb hem bewust niet teruggeluisterd, omdat ik dacht, jouw eigen carrière is inmiddels volgens mij al bijna langer dan dat jullie die samen hadden. In 2000 ben ik begonnen met een soloprogramma te maken. Dolf ook, zijn we begonnen soloprogramma's. Dus dat is nu al 20 jaar. Dus en de laatste oude jaar, of de laatste programma wat we volgens mij gemaakt hebben, was met een band. En dat was volgens mij 2006. Ja. Dus dan zal het erom hangen. Ongeveer 16 jaar samen en 15 jaar alleen nu. Ja, het is halverwege zijn we. Oké, moeten we weer iets om te vieren. maar eentje die me wel was bijgebleven uit de verhalen van Dolf. Die beschreef op een gegeven moment een show die jullie, waar jullie samen waren, maar allebei apart moesten spelen. Ik denk dat ik weet waar je heen gaat. Een show in het Amstel Hotel. Exact. Dat is één. Dat is een van de 4 rampen die ik me kan herinneren. Ik geef jullie een lange versie van het verhaal. Wij werden gevraagd voor bedrijven. Voor bedrijven optreden is bijna nooit leuk. Is altijd, maar goed, dus, daar ga ik zo wat over vertellen. Verhaal apart. Maar we waren gevraagd voor een reclamebureau. En we goed betaald. En ze wilden Lebbes en Jansen maar los van elkaar. Weet je, stort alle twee los. Ik weet niet waarom, maar dat was de vraag. Dus wij kwamen binnen in een zaaltje. En het was in de zaal van het Amstel Hotel. Het was allemaal poepieduur. En ze zaten allemaal achter tafels, rondom tafels heen. Wat ik ook heel leuk vind, is dit naast het verhaal van Dolf te zetten. Om te kijken of ik het me net zo herinner als Dolf. En die mensen zaten allemaal aan tafels, al die reclame mensen, weet je. Echt zo van, nou, eens kijken wat die jochies ervan brouwen. Ja. Er stond iets van 10 tafels. En om elke tafel zaten 8 man. En het was een grote zaal met kroonluchters en zo super luxe. Nou, werden aangekondigd. En ik begon. En ik had een speciaal stuk voorbereid over reclame. Weet je wat ik van reclame vond? Dus al, en het was flatline. Het was gewoon, er gebeurde niets. Mensen, het werd stil. En ik werd steeds wanhopiger. En het was, mag ik even een gok doen dat jouw kijk op reclame misschien anders is dan die van reclame? Tuurlijk. Maar ik ga ervan uit dat ze humor hebben. Dus dat ze dat snappen, weet je wel. Ja. Dus, en ik denk dat we je weet ook wie je vraagt. 5 of 6 jaar bezig waren of zo. Dus dan kan je nog niet zo goed met problemen omgaan, zou ik maar zeggen. Het wordt later steeds makkelijker. Als je langer optreedt, dan weet je gewoon, Als je een probleem 3 keer hebt, maar 4 keer is altijd makkelijker. Maar ik was, en het was gewoon doodstil weten. En zaten me aan te kijken. En dan ga ik sneller praten. En je gaat duwen. En het lukte gewoon voor geen meter. Nee, sterker nog, Dolf was eerst. Nou weet ik het weer. Want dit gebeurde er. Dolf was eerst. En die was al niet zo. En die ging al niet zo goed. Toen merkte ik al, ze gaan het niet trekken. Dat was het. Hij was eerst. Toen dacht ik al, oh, dat wordt moeizaam. Maar goed, oké, weet je, ik ga beuken. Ik ga laten zien. Ik had me goed voorbereid. Ik had speciaal ervoor geschreven en zo. Dus ik ga het doen. En het werd alleen maar erger. Het werd steeds erger. En het was echt. Dolf had nog enigszins, want die is goed in een beetje met het publiek wat dingen doen. En ik stond gewoon mijn stuk te doen. En het werd steeds erger. En het werd erger. En op een gegeven moment was het gewoon, gênant werd het bijna, weet je. Mensen gingen een beetje praten. En we hadden in die tijd, toen waren we net 2 jaar bezig. We hadden namelijk een succesnummer. En het was synchro, noemen we dat. Dat we tegelijk hadden we een tekst over Amsterdam. En dat was een tekst van 2 minuten, 3 minuten, die we exact gelijk uitspraken. Dat was toen nog niet. Met allemaal gebaartjes erbij en kuchjes die we het gelijk deden. Allemaal grapjes erin. En dat was toen nog niet. Het was echt een succesnummer. Echt ook een ding. Dus Dolf zag dat het misging. En die zag gewoon, dit gaat hij niet trekken. Hans gaat gewoon nu op zijn bek. Dus die ging me helpen, want we zijn wel maatjes. Dus die kwam mij naast me staan en die begon met dat stuk. Die zegt, het gaat helemaal mis met Amsterdam. Nee, echt. En bij nee, echt kwam ik er altijd in. Dus ik kwam erin en door alle
alles heen, kon ik mijn concentratie hervinden om dat nummer te gaan doen. Dus we stonden uiteindelijk daar met z'n tweeën dat synchro te doen, wat altijd een klapper was, wat altijd na afloop vet applaus en dikke lachen erin. Niets. Gewoon. En toen moesten we gewoon lachen. We stonden gewoon elkaar aan te kijken om te denken van, nou, dit slaat gewoon helemaal nergens. En ik weet nog, daarna Dolf ging naar huis en ik ging toen, een vriend van mij was, die was mee, Lennon. En ik weet nog dat ik was zo opgefokt en zo, ik was gewoon boos op ze. Hoe durven jullie ons zo te behandelen, weet je? Want het was gewoon topmateriaal en we hadden het goed gedaan. Dus ik was gewoon echt kwaad. En toen ben ik naar Toenen gefietst. Want ik weet het nog, met Lennon achterop. Toen ben ik naar Toenen gefietst. Echt zo. En ik zeg, ik moet nu optreden. En ik ben daar gaan optreden. En ik heb, denk ik, 20 minuten alleen maar dat incident verteld. En het was lach op lach op lach. Want ik was vrij en ik kon vertellen. Ik ging ze allemaal beschrijven hoe ze er zaten en waar het misging. En het was hilarisch daarna om te doen. Dus ik had ook nog eens een keer een topavond daarna in Toenen, omdat en toen ging het weer en dat was mijn plekje, weet je. Maar het waren echt zulke vervelende mensen. Oh, dan heb ik trouwens nog een. Ik ben denk ik over vervelende mensen gesproken. Nog een verschrikkelijk optreden. Moet je er nog een hebben? Ja. Met verschrikkelijke mensen. Ik was gevraagd met Owen Schumacher om op te treden in Maleisië. Zo'n, weet je, voor de Kuala Lumpur, voor de Nederlandse expats. En we zouden daar, dan krijg je, de ticket krijg je, er is, moet je zelf betalen. Dus wij zaten daar 4 dagen, waren we in Kuala Lumpur. Dan hadden we een optreden voor de expats. En daarna hadden we al geboekt, gingen we een week, ging samen met Owen een week op een strand zitten. Weet je, het is zonde om zo in te vliegen, om niet wat langer te blijven. Eerste 4 dagen, die expats, die vrouwen hebben geen zak te doen. Dus we werden als een soort, we werden overal mee naartoe genomen, naar feestjes. En over, dat zijn comedians en zo, weet je. Owen en ik, met z'n tweeën. En allemaal leuk. En barbecues voor ons georganiseerd. En allemaal heel leuk. En ons praten en doen. En toen kwam het optreden. Toen vroegen ze vlak voor het optreden, willen jullie de bingo doen? Er is ook een bingo. En toen zeiden wij, tuurlijk, weet je, jullie betaald. Dat is prima, we zeggen wat we moeten doen. Dus Owen en ik met z'n tweeën op toneel. En er was een bingo. En wij verzonden allemaal. En moet je je voorstellen, het was dus een soort, in het Hilton was het. Mensen zaten ook weer aan tafeltjes, dus ver uit elkaar. Met allemaal, dus al die experts zaten daar. Man of 100, 150. En er was gratis bier. En dat was in Kuala Lumpur. Dat is daar allemaal fucking duur. Ja. Alcohol mag daar niet. Dus je moet voorstellen, er stond echt letterlijk in de hoek. Er was gewoon een pallet met blikjes Heineken bier was er binnengereden. Dus terwijl we bezig waren, begonnen ze al te suipen, weet je wel. Maar eerst moesten we prijzen uitreiken. Dus wij verzonnen allemaal prijzen van. En wie dit goed heeft, die mag naar huis, die mag naar huis. Weet je wat? Het was hilarisch. Dus we begonnen allemaal gekke dingen te roepen. En je krijgt je paspoort terug als je dit goed hebt. Nee, het was een soort bingo. Het was super grappig. 20, 25 minuten. We waren de koninkjes van het bal, weet je wel. Het ging hartstikke goed. En toen moesten we naar optreden. Het was een pauze. Toen gingen ze verder met zuipen. En toen moesten we een half uurtje daarna optreden. Maar ze hadden ons al gezien. Ja. En ze waren totaal niet meer in ons geïnteresseerd. Dus toen gingen we dingen vertellen over wat er in Nederland speelde. En het interesseerde ze gewoon geen reet. De grapjes waren al geweest. En ze keken niet eens naar ons. Ze zaten echt met de ruggen naar ons toe. Ze zaten te zuipen. En toen na 10 minuten was ik klaar. En toen moest Owen nog en die ook. En we keken elkaar ook aan van dit slaat nergens op. Het was zo ongelooflijk onbeschoft. En toen was het klaar. En toen na afloop keken ze ons niet meer aan. Het was klaar. Serious? Letterlijk waar. Ook die mensen, dus die vrouwen van die waar we mee omgaan. Dan liep ik op zo'n vrouw af. En dan draaiden ze zich gewoon weg. Ik heb nog nooit zulke onbeschofte nare mensen meegemaakt. Dus toen zijn wij meteen op het dak was een zwembad. Daar zijn we toen naartoe gegaan. Het was zo tegen de avond was het. En toen kwam er een onweersbui. Zijn we nog vlak voor die onweersbui konden we even in het zwembad om het van ons af te doen. Zijn we nog eventjes aan de bar gaan zitten. Van dingen. En gelukkig konden we de volgende dag weg. We hebben die mensen niet gezien meer. Maar ik heb zelden zulke onbeschofte mensen meegemaakt. En me ook zelden zo naar gevoeld. Omdat je zo een end vliegt. Weet je wel, je wil het zo graag goed doen. Je bent 4 dagen met zo'n optreden bezig. Want je wil het goed doen. Je bereidt je voor. Alles wat je meemaakt die week. Of die 4 dagen met die vrouwen. Daar verzin je grapjes over dat het actueel is. Dus we hadden zo ons best gedaan. En het was ook gewoon goed. En dan kan je alleen maar tegen elkaar zeggen. We deden toch niks fout. Maar ik zeg je, nee, maar het kwam gewoon omdat het was daarvoor te leuk. Ja. Weet je, dat heb je ook wel eens met stand-uppen. Als iemand voor je of zelf, als je gaat stand-uppen en er gebeurt iets geks. En je improviseert erop en zo. Bijna alles wat je daarna doet is minder leuk. Ja, want een goede improvisatie. Daar kom je nooit meer overheen. Er kan bijna niks overheen, weet je. Een van de weinigen die dat heel goed kan, dat is Daniel Arends. Die kan als bijna als geen ander uit improvisatie zijn materiaal inschieten zonder dat je door hebt. Ook omdat hij vaak in de improvisatie al naar zijn materiaal toe lult. Ja. Weet je. En dan zie ik hem doen, denk ik, ja gast, dit is knap. Heel wat je slim, doet. Ja. Want sommige doe ik ook. Als ik improviseer, is het gewoon puur. Dat is een eilandje. Ik ga nu even lekker keten met de mensen. Ja, en daarna moet je weer, weet je wel. En dat, ach man, dat is zo moeilijk. Kijk, ik heb opgetreden in België een week. Het was de eerste dag, een jaar geleden. En het was de eerste dag, was in Antwerpen. En de eerste 10 minuten ging heel stroef. Heel moeizaam.
En daarna ging het wel. Maar toen merkte ik dat ze gewoon... Ze keken de kat uit de boom. En ik was veel te direct. Ik was een Hollander. Ja. En na 10 minuten brak ik, doordat ik op een gegeven moment ben gaan improviseren. En ben ik dingen geroepen van, ja, maar als ik een hazellip heb, ben ik wel leuk zeker. En zo, weet je, dan ken je Jan Jaap natuurlijk heel goed. Dus een beetje grapjes maken van Jan Jaap, die was hartstikke beroemd. En dan ging ik wat dingen zogenaamd over Jan Jaap vertellen, wat stukjes uit het programma waren, weet je. Maar die gingen dan zogenaamd over Jan Jaap. Dus toen had ik ze. En ik weet nog dat ik toen letterlijk tegen ze gezegd heb, jammer dat ik weer terug moet naar mijn programma, hè? Weet je. Ik zeg, hou dit dan vast. Hou deze lach. Hou deze vast. En toen heb ik de andere dagen dat ik moest optreden, allemaal plaatsjes in België, ben ik gewoon begonnen met improviseren. Want als je meteen begint met je programma, het werkt gewoon niet. Ze horen aan je stem dat het een vast verhaal is. En dan gaan ze ook zo luisteren, de Belgen. Die gaan achterover hangen en denken, nou, vertel het verhaal dan maar. Ja. Dus je moet daar echt veel meer als in Nederland klooien in het begin. En dan langzaam zo je verhaal inkomen. En dat doet Jan Jaap ook. Als hij optreedt, komt hij altijd op, gaat hij eerst klooien. Ik vind het klinkt wel een beetje als de Britse aanpak, zeg maar. Die hebben ook vaak eerst gewoon een paar minuten banter. Ja. En dan geklets met het publiek. En dan... Maar het hoort ook echt bij stand-up. Ja. Weet je, ik vind bij cabaret is de afspraak anders. Daar gaat echt het doek open bij zo'n spreker. Echt het begin. Mensen zitten voor jou. Je hebt een begintune, je komt oplopen en je begint. En dan kan je echt... Bam, meteen beginnen met een grap of met een verhaal beginnen. Oké, wat er gebeurd is. Vinden mensen prachtig. Want ze komen voor je. Maar bij stand-up is dat niet zo. En ook die Amerikanen beginnen altijd een beetje met... Terwijl die Amerikanen stand-up op Netflix is wel heel vaak... dat ze meteen beginnen met een grap. Ja. Maar ook moeten ze toch... Soms moeten ze, omdat ze hysterisch worden als Bill Burr opkomt... Dan moeten ze gewoon naar beneden krijgen met improvisatie. Niet eens omhoog. Op reactie, maar je zegt, moet ze naar beneden krijgen. Ik zal nog eens wat verhalen vertellen over verschrikkelijk optreden. Ik vind het heel fijn, ik hoef geen enkele vraag te stellen. Nou, je mag best vragen stellen. Maar luister, ik heb 3 maanden opgesloten zeden. Ik ben zo blij dat ik weer kan praten. Ik had laatst een radioprogramma. Mocht ik met Wilfred Gené, die hebben zo'n BNR nieuwsprogramma. Ja. En dan mocht ik vrijdag was ik sidekick. En dan mocht ik van tussen 4:30 en 6:30 was ik sidekick. Dus had gewoon interviewd mensen en zo. En hij kreeg halverwege het programma, een radioprogramma, kreeg hij sms'jes. Goh, je hoeft heel weinig te doen, hè, dit keer. En dat zei hij ook in het programma. Ik zei, ja, sorry Wilfred, maar ik heb gewoon heel veel maanden thuis gezeten. Ik ben zo blij dat ik weer kan praten. En dat iemand naar me luistert. Ik heb het gewoon echt gemist, weet je. Altijd maar tegen dezelfde mensen aan. En mijn vriendin, die zit in een risicogroep, dus die moet een beetje... We doen het extra zuinig, zou ik zeggen. Ik ontmoet ontzettend weinig mensen. En zoomen vind ik niet zoveel. Dus ik kan niet anders zeggen dat ik wel hunker naar... Contact. Ja. Dus daarom praat ik nu wat meer dan ik normaal doe. Maar het zijn ook mijn verhalen. Helemaal prima. Ik ben er alleen maar blij mee. Maar ik zal nog even kijken. Ik heb er nog een paar... Als ik dat toch vraag. Stel wat je zei net al aan het begin van die reclame maken. Het is voor bedrijven. Maar daarover later meer. Heb je veel dingen voor bedrijven gedaan? Nou, kijk, want dat is een speciale categorie op te doen. Kijk, in het begin deden we het regelmatig. En dat was A, omdat het gewoon goed verdiende. Je krijgt er een paar duizend euro voor. En soms echt wel goede bedragen ook. En ik moet zeggen, met Dolf was het leuk. Omdat je nou met z'n tweeën bent. Dus zelfs de optredens die niet goed gaan, heb je elkaar nog. Maar ik heb het later een paar keer in mijn eentje gedaan. En dat vond ik zo erg. Omdat je gewoon een clowntje bent. En toen heb ik op een gegeven moment een schilderij gekocht. Dat was gewoon een naar optreden. En van het opbrengst van dat optreden heb ik een schilderij gekocht. Om mezelf eraan te heb ik thuis opgehangen. Om me eraan te herinneren. Om nooit meer voor bedrijven op te treden. Om het gewoon niet te doen. Dat heb ik ook gedaan. Dat schilderij hangt in mijn slaapkamer. Oh, wat goed. En het heeft daar 10 jaar gehangen. Ik heb ook 10 jaar categorisch geweigerd wat voor bedrijven te doen. Maar toen was ik ziek geweest. En toen had ik toch het gevoel dat ik weer een soort nieuwe start moest maken. En dat ik weer open moest staan voor nieuwe impulsen. En toen zei mijn bureau ook. Die zegt van ja, maar jij hebt juist heel veel... die bedrijven te vertellen. Je hebt mening over dingen. En wil je toch niet eens proberen of je wat voor bedrijven kan doen? En toen heb ik er 4 aangenomen. 2 waren er verschrikkelijk, ga ik zo vertellen. En 2 waren er heel gaaf. Eentje bijvoorbeeld die heel leuk was. Dat was voor een marketingbedrijf. Nou, ik hou niet zo van marketing, maar dit was ik vind het verschrikkelijk eigenlijk, Satan. Ik zeg, dan wil ik eerst een voorgesprek met ze hebben. En het waren hele leuke gasten. En die gebruikten marketing, die wilden ook echt mij hebben. En die gebruikten marketing voor de goede zaak. En die gebruikten marketing om mensen voor de weg te wijzen. Dus hoe kan je marketingtechnieken gebruiken, dat borden beter leesbaar zijn, dat mensen duidelijker... ze gebruiken zeg maar de technieken die niet gebruiken om je leeg te zuigen en de verkeerde shit te laten kopen. Maar die gebruik je om juist, wij spreken, mensen te laten stoppen met roken. Nou, hartstikke goed. Fantastisch, toch? Ja. Dus ik zeg, nou, dat vind ik superleuk om te doen.
En het waren echt leuke gasten ook. Nou, het is overdag. Het is leuk, want er komt straks nog een ander verhaal over overdag. wat deze schreeuws afloopt. Maar het was overdag en het was in het, volgens mij, Utrecht Spoorwegmuseum of zo. Ik weet niet. Nou, dat was een zaaltje. En we stonden daar met ongeveer 200 klanten van hun. En zij stonden vooraan. Ze zijn met z'n vieren. Ze hadden alle vier witte overhemden hadden ze aan. Dat was een dingetje een beetje. En ik zou 20 minuten doen, half uurtje. En ik had helemaal speciaal alles geschreven op hun. En het bedrijf een beetje geanalyseerd. En toen en er stonden zo 200 van hun vaste klanten stonden er zo omheen. Ze stonden allemaal. En hij kondigt mij aan. En hij vertelt iets, het een en ander. En hij begon opeens een verhaaltje dat hij wat de bedrijfsfilosofie was. En dat had hij ook boven zijn bureau had hij dat staan. Dat was een kreet van Apple. En dat ding is, dus toen kwam ik op. En ik zeg, nou, ik vind het een heel fijn bedrijf. Ik zeg, ik vind het een beetje raar dat je een kreet van Apple boven je bureau hebt. Dat zijn toch wel op dit moment een van de grootste schoften die er zo'n beetje op aarde rondlopen. Je weet wat ze in China doet, dat geld wat ze, 400 miljard wat ze stallen. Ze betalen geen belasting, zuigen de mensen uit. We hadden toen net iemand zelfmoord gepleegd in een fabriek. Daar hebben ze geen zak aan gedaan. Ik zeg, en toen hoorde je zo, iedereen zo, weet je, zo'n beetje geroezemoes. Zo. Hij zegt het wel, gewoon. En keek ze aan en zei zo'n beetje, ja, oké, heb je een punt. En toen zei ik... Ja, hadden jullie nou maar Theo Maassen genomen, hè? Maar die was te duur. en toen moesten ze keihard lachen. En toen was die hele sfeer was gebroken en het werd daarna een top optreden. Want ik had echt goede stukjes ook. En ik stak ook veren in hun reet voor wat ze wel goed deden. Ja. Maar ik zei ook waar ze voor op moesten passen. En dat je altijd je vizier zuiver moet houden. En hoe moeilijk dat is. Dat is echt een mooi stukje wat ik gemaakt heb. Dus dat was, achteraf was dat een fantastische optreden. Ga ik nu naar een rampzalig optreden. was ook voor bedrijven. Dat is in het begin van de Comedy 2. Gaat over buiten, over daglicht. Dus dan hebben we het over half jaren 90. Ja, precies. Het zal 92 zal het zijn geweest. Of zoiets. En we waren met de Comedy 2 helemaal in het begin. En ik weet het nog, en het was voor een bedrijfje. En het was... nou, hier heeft ze ook ramen gewoon licht. Hier kan ook licht naar binnen. Het was zo'n tent als dit, zeg maar. En alle gordijnen waren open, zeg maar. Dus het was overdag en er kwam gewoon daglicht binnen. Dus het was niet echt een theatersfeer. En ik had het nog nooit zo gedaan, weet je wel. Dus ik vond het was een beetje een rare setting. En we waren met de Comedy 2, dus iedereen moest 10 minuten, 8 minuten... He, dus ik was helemaal klaar. Ik ga mijn ding doen. En toen kwam Raoul, die kwam van tevoren nog even de kleedkamer binnen. Jongens, het is een hele christelijke bedrijf. Dus er is gevraagd of je niet wil vloeken. Weet je wel? Dus als even kan, oh kut en zo, als je dat even uit wil laten. En alle shit. Als je het nou even eruit wil laten, probeer het in ieder geval. Als het gebeurt, oké, maar probeer het nou. Ja. Dus wij iedereen tuurlijk, weet je wel. Dat is prima. Hè? Dan proberen we gewoon een clean act. Maar je mag verder mochten we alles zeggen. En ik begon... Ik was helemaal in de war in mijn hoofd. Ik kreeg een soort blackout. En ik begon te hakkelen. En mijn grappen werkten dan natuurlijk niet. Omdat iedereen voelt, oh, hij heeft er geen controle. Ja. Oh, kut. Weet je, dat is heel in het begin was het. Ik gaf het schuld aan het feit dat het een rare setting was. Dus op een gegeven moment zeg ik, ja, maar godverdomme, al dat daglicht, dat lukt ook helemaal niet. En ik zag Raoul, van mijn verdorven ook, die ging helemaal plat. En ik wist precies wat er gebeurd was. En je moet tegen mij niet zeggen dat je niet moet vloeken, want dan gaat het dus juist komen. Oh man, oh, het was echt, dat maakte het alleen maar erger. Dus, oh man, oh, dat was zo erg. Oh, ik kon door de grond gaan. We hadden ook een keer een bedrijf voor, we moesten voor de asfaltboer optreden. Hadden we 4 optredens, dus degene die asfalt legde in Nederland, die hadden door van mij ingehuurd. En die waren dan 4 optredens op verschillende dagen voor 4 regio's van dezelfde overkoepelende organisatie. Ja. Dus we hadden een speciaal asfaltstuk geschreven over SOAP en BOAP. En we hadden allemaal uitgezocht. Dus een heel stukje hadden we gemaakt. En met een act over wegwerkers en van alles en nog wat, weet je wel. Dus het was hartstikke leuk. Maar toen moesten we in Zeeland optreden. En toen zeiden ze van tevoren, hadden ze gezegd al van tevoren. Dus voordat we daar naartoe gingen, hadden ze al gezegd. Jongens, één ding. Het mag niet over de dijkdoorbraak gaan. Dat ligt nog steeds gevoelig. Dus geen grapjes over verdrinkende mensen en als het water... Maar dus gewoon geen grappen. Ja. Refereren aan de dijkdoorbraak. Dus wij nou, oké. Maar ja, weet je wel, wat denk je nou? Dus we kwamen op laarzen. We kwamen op met hele hoge laars. Dus het enige wat we gedaan hebben... En ze vonden het, na afloop zeiden ze... Hele goede grap. Hele goede grap, zeiden ze. Hartstikke goed gedaan. Ze waren helemaal niet boos. Ze vonden het heel leuk. Oh, wat goed. Ja, dat is echt een man. Zo, heeft Dolf die niet verteld? Nee. Ik ben helemaal niet. Wat had hij nog meer? Nou, Dolf was heel erg lastig te betrappen op specifieke anekdotes. Want die was veel meer op het hoe ga je om met een slechte show. Ja, maar ik zou dit zeggen. Dolf heeft er ook in die zin minder last van. Omdat Dolf altijd al beter is geweest dan ik in het improviseren. Dus in het meegaan met het publiek. Hè? Dus als het niet goed gaat. Hè, ik heb dan altijd, kut gaat niet goed. Ik zit altijd iets meer in mijn hoofd. Hè? Ik heb ook altijd iets meer een verhaal wat ik wil vertellen. En Dolf heeft veel meer ruimtes voor improvisaties. En dingen, waar die
onbetamelijk goed in is. En ik denk dat je dan al wat minder last van hebt. Hij heeft altijd al een veel opener act gehad. Ja. In Toen Rook, hij is altijd veel meer... Nou, benoemt hij het gewoon als fout gaat. En ik heb echt moeten leren, dat het me echt wel 10 jaar gekost, om dat toe te laten. Om gewoon te denken, nou, als het niet goed gaat, hey, dan gaat het niet goed. Dus kijk maar wat je ermee doet dan. Dus op een gegeven moment, het eigenlijk overkomt het me ook niet meer. Want als het niet goed gaat, nou, dan gaat het gewoon niet goed. Ja. En het is niet erg. Dan heb ik het niet goed gedaan. Zo ook zeg ik, jongens, ik zit niet lekker in mijn hoofd. Maar dan sta je boven de materie, zeg maar. Ja. Hè? Dus dan is het, ik heb er nog 2 voor je. Dan ga ik er nu 1 vertellen dat ik het laatste bedrijf wat ik gedaan heb, waarna ik ook nooit meer denk ik bedrijven ga doen. en ik stond boven de materie en toch voelde ik me naar. Dus dat is een heel mooi voorbeeld van dat het totaal mislukte het optreden, maar dat ik niet ging hakkelen of de weg in mijn hoofd kwijtraakte. Of ging zweten of zo. Ik zag wat er ging gebeuren. Dit is het verhaal. Dit is mijn beste verhaal, denk ik. Ik word gebeld door Vodafone of ik wil optreden voor €5.000. Was 3 jaar geleden, volgens mij. En dat was in die periode, vlak nadat ik ziek was geweest, dat ik 4 optredens had aangenomen voor, en dit was dan de laatste. En toen dacht ik, nou, en het was voor 1000 mensen in een grote hal bij Utrecht. Daar ben ik laatst ook weer geweest. Dat is een enorme hal voor evenementen. En die directeur die belt me op, hij zegt, luister Hans, je hebt zo'n stukje over het terrasje. Ik heb een stukje, dat op internet wordt heel veel gebruikt. Dat is een soort succesnummer van me geworden. Wat ik leuk vind, omdat er zit er geen grap in, maar het is mooi. En het gaat over klantvriendelijkheid. Ik beschrijf daar een perfect terrasje. Ja. Dat de koffie niet koud is. Dat als een tafeltje afneemt met een nat doekje. Dat ze er even met een droge doek overheen gaat. Dat je niet met je armen in die natte klad zit. Gewoon dat iemand met liefde voor zijn vak. En ding is... En dat heb ik voor mijn programma gemaakt. Het is de afsluiting van een programma geweest. En het is gewoon perfect verwoord. Het is gewoon mooi verwoord, goed gedaan. En daar ben ik ook trots op dat ik dat gemaakt heb. En dat wordt ontzettend veel gebruikt in de horeca. Heel vaak als ik naar de horeca kom, zijn mensen ook getraind met dat filmpje. Er is zo'n iemand die traint klantvriendelijkheid. En dat filmpje wordt overal gebruikt. Dus dat is een succesnummer. En ook daarbuiten, als het over klantvriendelijkheid dat gaat, heb ik hem ook al voorbij. KLM, ABN AMRO, alles. Ja. De KLM heb ik daardoor zelfs een keer een optredentje daar kunnen doen. Heb ik een ticket gekregen naar New York. Ik zeg, ik doe het voor een eerste klas ticket naar New York. Wat uiteindelijk ook een heel goed verhaal trouwens. Maar dat ga ik je zo vertellen. Dat is een heel leuk verhaal. Dat liep ook een beetje mis. Maar we zijn bij Vodafone. Ja, die man belt jou. Die belt me. Die belt mij en die zegt... Ik wil jou, want ik wil dat de mannen en de vrouwen in de winkels weten wat klantvriendelijkheid is. Jij hebt dat stukje over het terrasje. Wil je dat live komen doen? We hebben een avond met 1000 man en daarna gaan we feesten. En dat je even voordat het feest begint, dat jij gewoon even dat stuk gaat doen. En dan maak je er iets omheen, doe 10 minuten, krijg je €5.000 voor. Ik zeg, nou, dat vond ik heel goed betaald. Ja. En ik zeg, en dat is een van mijn lievelingsstukjes. Ik zeg, nou, eigenlijk doe ik het niet meer, dat stukje is 2005. Ik heb nooit meer. Ik zeg, maar prima, ik zit er mooi muziekje onder. Ik ga dat doen. Vind ik een hartstikke leuk idee. En plus, mijn helft van mijn act was al geschreven, dus redelijk makkelijk verdiend. Ja. Zou je denken. Want wat gebeurt er? Gelukkig was mijn vriendin erbij. Ik kom eraan, er zitten 1000 mannen verkopers. En ik denk 3 vrouwen. En het was allemaal mannetjes, allemaal van die verkopertjes waren er. Het was vrijdagavond was het. En die kwamen van hun werk. Het was het jaarfeest. En ik vond het heel stom, maar goed. Dus die jongens die staan om 8 uur zijn ze op hun werk mobieltjes verkopen. Vervolgens kregen ze daar eten. Zonder drank erbij, geen alcohol. Dus moet je krijgen, je komt van je werk, je hebt een feest met z'n allen. Je wil met z'n allen, weet je, mannen onder elkaar. Geen alcohol kregen ze. Dus, en daarna was er... Let op, dat wist ik ook niet, hadden ze me niet verteld. Ik sta achterin om op te treden. Nee, dat was eerst de grote prijsuitreiking. En wat er gebeurt is dit. De prijzen werden uitgereikt wie de meeste mobieltjes had verkocht. Dus wat er gebeurde was, de directeur die gaf een speech. Ja. En daarna werden er allemaal lichten en zwaailichten. En de meeste Nokia 663 zijn verkocht door Arnhem, die winkel. En die kwamen daar naar voren en die kregen allemaal een reiskoffer en die kregen een reis ergens naartoe. En zo kregen ze wie de meeste abonnementen had verkocht, wie de meeste. Dus er werden continu prijzen uitgereikt voor mensen die het meest verkocht hadden. Het waren gewoon verkoopbonussen. En toen kwam ik daarna. Dus het eerste wat ik zei, ik zeg, ik ga zo'n stukje doen over klantvriendelijkheid. Ik zeg, maar ik moet eerlijk zeggen, ik heb geen prijs voor klantvriendelijkheid gehoord. Jullie krijgen alleen maar wie het allermeest verkoopt. Dat lijkt me toch het omgekeerde van klantvriendelijk. Proberen zoveel mogelijk te verkopen. Helemaal stil. En toen kwamen er eilandjes van applaus. Dus toen kwamen 1000 man zaten. En er kwamen hier en daar kwamen kleine applausjes. En die directeur die zat zo te knikken een beetje. En ik keek hem aan. Hij zat vooraan. Dus ik had gewoon voor mezelf natuurlijk een enorm gat gegraven. Maar ik kon niet anders als het eerlijk zeggen. Dus ik zeg, en ik snap ook wel dat wat er nu gebeurt. Ik zeg, jullie willen dit helemaal niet horen natuurlijk. Ik zeg, maar er moet toch gewoon een prijs komen voor wie de klanten tevreden over zijn. Maar als je het niet meet,
dan weet je dat ook niet. Dus dan gaan jullie toch zoveel mogelijk verkopen. Dat is toch logisch? Ik zeg, en ik weet wat jullie willen. Ik zeg, jullie zijn nu vanaf 7 uur zijn jullie opgestaan. Dus zijn we 8 uur naar jullie toko gegaan om mobieltjes te verkopen. Jullie hebben net eten gehad zonder alcohol. Jullie willen suipen, toch? Nee, suipen! Ik zeg, dat willen jullie. Ik zeg, maar ik moet nog een stukje doen. En ik had nog even door moeten improviseren, maar ik was het echt zo zat. Dus ik had nog een heel stuk voorbereid, heb ik weggegooid. Ik zeg, dus ik ga nu een stukje doen wat ik moet doen. Dus ik heb een muziekje. Ik zeg, als jullie 3 minuten even je mond houden, even stil zijn, ben ik ook klaar, zijn we allemaal tevreden. Dus ik zet dat muziekje op van Chet Baker, My Funny Valentine, een heel mooi muziekje. En ik doe gewoon het hele stukje wat ik had voorbereid. Ik zeg, dank jullie wel. En ik ga weg en ik loop de dingen af en ik voelde me zo kut. Ik voelde me zo verschrikkelijk. Ik dacht, wat is dit verschrikkelijk toch? Het naar. En ik had echt een klote gevoel. Ik ben met de staart tussen mijn benen afgedropen. Ik ben weggegaan. En toen ben ik de volgende dag... Nee, zondag ben ik opgebeld. Een dag niks. En de volgende dag werd ik opgebeld door de directeur weer. Hij zei, Hans, ik wil toch nog even met je hebben over het optreden. Ik zeg, ja, prima. Zegt hij, sorry. Excuses daarvoor dat het zo gelopen is. Dat hebben we gewoon helemaal verkeerd gedaan. Dat hebben we gewoon helemaal verkeerd aangepakt. Ik zeg, ja, ik zeg maar, die jongens die willen toch feesten. Ik zeg, ja. die willen niet eens een zangeres horen. Die willen gewoon feesten. Dat snap je toch wel? Ja, dat hebben we ook verkeerd gedaan. Let op. Want vorig jaar hadden we Nadeep Amhali en toen ging het ook al verkeerd. Ze hadden gewoon bij mij hetzelfde geflikt als met Nadeep Amhali. Hij zegt, maar Hans, je bent dat geld hartstikke waard. Dat is geen enkel probleem. En het was een verschrikkelijk optreden. Toen wist ik dat je, als ik het ooit nog doe, dan wil ik exact weten waar ik kom. En weet je, je wil gewoon je eigen ding kunnen doen. Je eigen praatje kunnen houden, weet je. Maar dit was... Wat maakte dat je er zo'n rotgevoel van had toen je afliep? Het feit dat, omdat ik me belazerd voelde, ik heb mijn werk niet goed gedaan. Ik had ze 10 minuten topmateriaal moeten geven en ik wilde ze gewoon het gevoel geven. We moeten anders met klanten omgaan dan zoveel mogelijk mobieltjes verkopen of dingen te schudden. En ik had het gewoon niet gedaan. Dus ik vond gewoon dat ik mijn werk niet gedaan had. Niet goed genoeg. En ik vond dat ik... Maar het was te groot, het was te veel. Als ik voor 100 man had gestaan, dan had ik het gewoon gezegd, sorry, maar laten we er even over praten. Dan had ik echt gedacht, maar ik dacht op dat moment, het is gewoon klaar met jullie. Weet je, dit is zo niet, dit klopt zo niet met waarvoor ik hier sta. En ze hadden alleen maar prijzen gekregen, weet je. Het was zo wat anders. Ja. Dat ik kon gewoon niet het opbrengen om improviserend het om te draaien. En te zeggen, we gaan het er toch even over hebben. Want als jullie echt klantvriendelijkheid willen, want je wilt toch ook goed behandeld worden in een winkel. Ja. Je wilt toch ook, weet je, ik weet wel wat ik daar zeggen moet. En dat had ik niet gedaan. En daar had ik achteraf een naar gevoel over dat het me niet lukte om alleen profies een topset af te leveren. Want dat had ik gewild. Maar ik was zo overdonderd. Ik kon het gewoon niet opbrengen. Ja, je werk is toch ook eerlijk zeggen wat je van dingen wilt. Ja. En dat heb je daar. Ja, zeker. Heel en die directeur waardeerde dus het ook. Hij zegt, je had ook helemaal gelijk, zegt hij. In die zin heb je en je vond ook die applausjes mooi. Hij zegt, ik heb ook gehoord dat maar heel weinig mensen zitten. Dus er is nog heel veel werk te doen. Maar zo had ik bijvoorbeeld ook. Gaan we zo nog over andere dingen hebben. Maar ik had bijvoorbeeld ook voor. Die baggeraar, Boskalis, die wilde dat terrasje ook. Die hadden dat terrasje gezien en die zeiden, wil je zo'n filmpje maken over ons bedrijf? Dus niet over een terrasje, maar over wat het is, hoe gaaf het is om werknemer te zijn van een baggerbedrijf. Ik zeg, ik ga het proberen. Ik zeg, maar ik vind het heel moeilijk. Ze boden een hartstikke mooi bedrag. Ik zeg, ik vind het heel moeilijk. Dus wat ik met jullie afspreek, omdat ik het zelf ook een experiment vind, ik weet niet of het gaat lukken, want dan moet ik speciaal schrijven en opnemen. Ja. En ik zeg, wat we doen is dit. Ik krijg de helft voor het maken van het filmpje en de andere helft als jullie het ook echt gaan gebruiken. Okay. En toen zeiden ze, dat is goed. Dus ik leef, nou, en toen ben ik eerst met ze meegegaan, met zo'n baggerschip ben ik meegegaan in de haven van Rotterdam. Ik heb met die mannen gepraat en die hebben allemaal verhalen verteld hoe het is om te baggeren in Verwegistan en zo. Weet je. En daar heb ik een verhaaltje omheen geschreven. Ik heb een verhaaltje geschreven over lang van huis zijn en met wat termen die ze gebruiken onderling. Ze hebben van die, weet je, jargon wat ze zeggen. Ja. En dus het was de taal van de baggeraars en het gevoel van lang van huis zijn, maar dat met z'n allen een klus klaren en een probleem oplossen. He, ik had een fictief probleem geschetst van iets wat dan aan het verzakken was. En dat was dan niet door hun schuld, maar dat ze het toch gerepareerd hadden. En dat had ik voorgelegd aan diegene die dat allemaal coördineerde. En mij begeleid zegt, ja, zegt ze, heel goed verhaaltje. Ik stuur nog even door het bedrijf heen. Dus mensen uit het bedrijf zeggen, ja, dit is wat we hebben willen. En het is dan bedoeld voor op de website en zo, voor de klanten ook. En zo. Dus ik had het opgenomen, wat best moeilijk is, want ik wilde een one-taker van maken en 3 minuten tekst in 1 keer helemaal goed doen. Dat kost me dat gewoon moeite. Ja. Kijk, zomaar praten hier, dit hou ik 3 uur vol. Maar exact dit herhalen, met een camera erop die om je heen loopt, daar heb ik gewoon moeite mee. Dat kost me gewoon heel veel concentratie. Dat is niet mijn ding. Dus ik heb daar echt wel hard voor moeten werken. Echt wel een week lang, elke dag 50, 100 keer die tekst gedaan.
En uiteindelijk nemen we het op. En we konden het niet in one take. Dus ik heb een 3 takes gedaan met wat knippen erin. Nou, dat zag er verder hartstikke goed uit. En, nou, en ik lever het in. Ik denk, nou ja, prima zo, weet je. En ze zegt, nou, hartstikke fijn. En na 2 weken kreeg ik een berichtje. Ja, de sales director heeft het gezien. En dat ene zinnetje, dat moet je niet zeggen. Want daar kunnen klanten aanstoot nemen. Gewoon één woordje, één dingetje. Ik zeg, oké, dan neem ik het opnieuw op. En je kan het nooit alleen het stukje vervangen. Want je hebt in een bepaald decor, ja, en een bepaald licht heb je het opgenomen. Dus je moet het even opnieuw doen dan. Ik zeg, oké, ik neem het nog 1 keer op. Dus ik heb toen nog 1 keer opnieuw opgenomen. Oh ja, dan moet je dat ook dan veranderen. Ik zeg, oké. En ik had zoiets van, later maar. Ik verander wat jullie willen. Zo heb ik het veranderd wat ze wilden. En toen kreeg ik het weer terug. Zeiden ze weer van, ja, de topdirecteur heeft het ook gezien. En die vindt het toch moeilijk dat je daar dat zinnetje gebruikt. En of dat woordje gebruikt. Ik zeg, oké, laatste keer. Ik zeg, dit is het dan. Je hebt nu 3 versies en dit is het dan. Dan krijg ik mijn geld en prima. Dus uiteindelijk, ze hebben het nooit gebruikt. En toen kreeg ik een mailtje 3 weken geleden van een ander bedrijf, ook een heel groot bedrijf. Die wilde ook zo'n, voor intern gebruiken. Dus niet eens voor op de website, maar gewoon voor Ali B voor de politie heeft gedaan. Gewoon een mooi filmpje dat om de bedrijfstrots. Gewoon, weet je, om de bedrijfstrots te gevoelen. Ik zeg, oké, ik zei dit, zeg, ik doe het alleen voor een hoog bedrag. En ik wil het hele bedrag van tevoren hebben. En als de tekst is goedgekeurd, wordt er niks meer veranderd. Want jullie gaan alle, want het werkt gewoon niet bij bedrijven. Iedereen doet zijn plasje erover. Ja. En uiteindelijk werkt het niet meer. Want je moet op een gegeven moment de terminologie gebruiken van zo'n baggeraar. Maar die wil de klant wat dan weer niet horen. Ik zeg, ja, maar dat is je trotsgevoel nou juist. Want anders gaat het niet over hun. Dan kijken ze naar een filmpje van een cabaretier die het zegt over een baggerbedrijf, weet je wel. Dus ik moet wat terminologietjes. Ja, dus je komt er nooit uit. Dus ik heb dat ook afgezegd. Ik zeg, dat ga ik helemaal niet doen ook. Dat is heel veel werk voor iets wat weggegooid wordt. Dat gaan we gewoon maar niet doen. Nog eentje? Ja. Nee, doorvraag niet in paniek. Nee, dat klopt. Daar is hij heel goed in. Maar daar heeft hij hem ook wel heel vaak mee gered. Dat was ook wel gaaf. In het begin, dat heb ik ook wel echt moeten leren in mijn eentje. Maar dat leer je heel snel in je eentje. Als je veel optreedt en het gaat een paar keer niet goed, dan leer je veel van. Okay, ik ga je er nog eentje geven. Hoi, leuk dat je luistert hier op YouTube. Vergeet niet te abonneren. Laat een bericht achter hieronder in de comments. En geef een duim omhoog als je dit een leuke aflevering vindt. Doe nou, gewoon even klik. Hop, klaar. Dan ben ik ook blij. Nou, dat. Mocht je de podcast willen steunen met een kleine financiële bijdrage, dat zou echt te gek zijn. 1 euro, 2 euro of misschien wil je het zelfs maandelijks doen. Ga naar elektrapodcast.nl en zie hoe dat werkt. Kan heel simpel met iDeal. Snel weer terug. Ik ga je er nog eentje geven. Waarvan ik dacht dat het een heel goed optreden was. Een exotisch optreden. Ik heb een paar keer in Amerika mogen optreden. Zelf geregeld in New York. 3 keer. En dat moet je dan zelf regelen. In de comedyclub 1 keer moest ik gewoon. En dan speelde je in het Engels of speelde je voor in het Engels? Ja, en dat is het probleem. Want als je, ik heb ook in Edinburgh op mogen treden. Het probleem is, ik kan best wel in het Engels optreden. Alleen als je niet Engels spreekt de hele dag. Dan, en je spreekt alleen maar optreden tijdens het optreden Engels, dan ga je hakkelen. Ga bepaalde woorden komen en niet, weet je. En dus je moet eigenlijk, dat hebben we in Edinburgh ook niet gedaan, daar heb ik heel veel spijt van. Eigenlijk moet je de hele dag overdag Engels praten, zodat dat je hersenen eraan gewend raakt. Het enige wat werkt. Ja, dus als ik een week, ik heb het enkel aan het einde van een week gedaan in New York en dat ging wel goed. Dat was, zal ik dat verhaal ook al vertellen? Wat wel goed ging en daarna die niet goed ging. Dat die wel goed ging was deze. Het was een club en dan moest je. Daar kwam ik om 6 uur. Ik was toen met een illustre gezelschap, mag ik wel zeggen. Mijn regisseur, Koos Terpstra met zijn vrouw. Erik van Sauwers met zijn vriendin. En Thomas Agda met zijn vriendin. Okay. Wij waren dat. Dus hartstikke leuk. Ja. En je had toen nog geen mobiele telefoons. Dus het was in 19... Het was voor 98. Het was 96 of zo. Je had toen nog geen mobiele telefoons. Dus je kon elkaar alleen bereiken via telefoons op straat. Weet je, van die films altijd nog zag. Ja, ja. En ik sta bij voor een comedyclub en daar kon je optreden. En normaal moet je betalen. Ja, Erik van Sauwers heeft daar ook bijvoorbeeld opgetreden. En dan kon je om 6 uur optreden, 's middags. En dan moest je $10 betalen. Met als gevolg dat er 10 comedians zitten die $10 hebben betaald om even hun materiaal te kunnen oefenen. Maar het is beter dan niks. Dat is daar heel normaal. Maar dus, daar hadden ze heel slim bedacht. Je mocht optreden als je 8 mensen publiek meenam. Heel simpel. Dus ik meteen. Iedereen bellen en het was, ik weet nog dat het moet vlak na de, want het ding is aan jetlag, Thomas die lag nog op bed. Maar ik iedereen bellen, dus jongens,
ik kan vanavond optreden als jullie komen. Dus Koos, ding is uiteindelijk ook oké. Maar ik moest nog 2 mensen meer hebben. Dus ik ben daar in die buurt even gaan eten. Uiteindelijk heb ik nog 2 mensen van straat. Heb ik gewoon entree betaald. Ik zei, jongens, dit is het deal. I need 2 more people for the show. Weet je? En daarna kan ik performen. I pay die een entry fee. Oké, heel snel geregeld. Dus die mensen gingen er binnen. Ik betaalde netjes entree. Dus ik mocht optreden. En het was echt hartstikke leuk. Je krijgt 6 minuten. En anders krijg je een rood licht, weet je wel. Wat voor een Amsterdammer, maak je meteen een grapje over Red Light District. En oké, moet mijn kleren nu uit. Mensen vinden het hartstikke grappig. Maar ik had toen een verhaaltje. En het was best wel een grappig verhaaltje. Ik deed makkelijk materiaal natuurlijk, weet je wel. Dus ik had een verhaaltje toen over een pitbull. Dat had ik toevallig op de radio gehoord van Martin Gaus. Een pitbull, als die iets vast heeft, dan laat hij niet los. Maar dan moet je iets in zijn anus douwen. Dan schijnen ze het reflex te hebben. Weet je? Dus ik had een heel verhaal gemaakt, bedacht verhaal, over iemand in het park die dan, door een pit wordt gebeten. En dat ik dan met een tak op zijn kop begon te slaan, maar dat ging niet. En dat ik toen tegen hem riep, je moet iets in zijn reet douwen. Je moet in zijn reet douwen. En dan heb ik een hele scène, zodat hij iemand aan zijn vinger erin douwt. En dat hij zo naar achteren kijkt en alleen maar denkt, lekker. Dus die gast, ik zeg, moor. Dus die gast die op een gegeven moment zijn hand lubrisch. Weet je, heel goor verhaal. En dan komen er 2 agenten op mountainbikes. Want die kwamen aanrijden. En die ene trekt zijn wapen om die pitbull dood te schieten. En dan zegt die ander, die ziet inmiddels die handen tot over het polsgewricht erin zitten. En die zegt, ja, als je dat soort spelletjes speelt, dan vraag je erom. En het verhaal heb ik in die comedy club verteld. Hilarisch. Vonden ze prachtig. Hartstikke leuk. Daarna is die hele avond, elke comedian refereerde aan die pitbull. En die MC ook. Dat ging alleen maar daarover. Maar goed, een paar jaar later. Nou komt het dat het niet goed ging. Een paar jaar later. Ik weet nog wanneer het was. Het was namelijk 6 januari, volgens mij, 1998. Ik ben in New York en er is een comedyclub. En ik had geregeld dat ik kon optreden. Ik was er naartoe gegaan, I'm from abroad en zo. En ik kreeg een spot. Het had ik geregeld. En ik was heel goed. Ik weet niet hoe me dat gelukt is. Maar ik kreeg gewoon een spot in de line-up. En ding is van 4 minuten of zo. Ik zeg, geen enkel probleem. Ik hou me er netjes aan. Het is voor mij gaaf dat ik hier mag staan. Dus dat is don't worry, I'm a professional. Weet je wel, dat gaat goed komen. En toevallig hoorde ik vlak daarvoor dat CNN kwam opname doen. Die was in New York en die wilde gewoon wat sfeeropname hebben van New York. Er was sneeuw, weet ik veel wat. En die gingen toevallig in die comedyclub. Wat opname, is dat oké? Yeah, that's okay. En toen dacht ik natuurlijk, ik ga jullie eens even poepje laten ruiken. Weet je, ik kom uit Nederland. Ik ga eens even laten zien dat ik super actueel ben. En wat er nou net gebeurd was, op de laatste dag van het jaar. Een van de Kennedys, een neefje van de Kennedys. Maar een van de Kennedys, die was omgekomen bij het skiën. Ik weet niet of je dat verhaal kent. Nou, het is een ski-ongeluk geweest en het was hilarisch. Dat was namelijk ze skiën. Wat ze dus doen is skivoetbal. Dan gaan ze een berg af tussen de bomen en dan gaan ze met een bal skiën. Maar dat was hij gaan filmen. Dus er waren er dus een aantal aan het skiën met een voetbal. En hij is dat gaan filmen en toen is hij pletterig tegen een boom gegaan. Leuker wordt het niet. Dus ik kwam op. En ik denk, nou, ik ga eens even wat dingen. Dus ik kwam meteen, wat de deal met de Kennedys? En ik begin meteen nog, die anderen hadden het er nog niet over gehad. En ik was een van de laatste. Dus ik denk, nou, het is nog helemaal schoon. Er zijn nog geen grappen gemaakt. Ja. Die ga ik eens even binnen, ik allemaal. Dus ik begon allemaal grappen te maken over hoe debiel het is om te gaan voetballen. Nee, laten we dat ook nog doen. Totale flatline. Helemaal niks. En toen bleek dat in New York en in Amerika kom je niet aan de Kennedys. Want het is allemaal democratisch daar naartoe. Dat doe je niet. En helemaal niet in buitenlanden. Ga jij grappen maken over onze Kennedys? Weet je, en hoe stom ze ook zijn, wat ze ook doen. Maar je mag er gewoon niet over praten. Dus dat was stilte. 4 minuten stilte. En toen de afloop zei ik, wat happened? En zei, you don't talk about the Kennedys. En ik had helemaal een droom al het zien. En de afloop naar me toe zou komen. Yeah. Nou, no way. No fucking way. Hoe lang duurde 4 minuten? Ontzettend. Het was verschrikkelijk. Maar ja, dat was een culture shock. Dat ik wist helemaal niet. Ik dacht dat stand-up comedy overal over moet gaan, maar don't do the comedy. Dan misschien mag het nu wel. Maar. Is dat in Nederland ook wel eens gebeurd? Want je doet natuurlijk veel actueel materiaal. Nou, we hadden toen, wat wel heel interessant was. Zoveel actueel doe ik ook niet. Ik vind het ook heel leuk om een soort semi-actueel te hebben. Wat we in Amerika, wat we hadden toen de Twin Towers gebeurd was, dat was op een dinsdag. En toen hadden we vrijdag comedy. Hebben we toch gedaan. Hadden we een jazzbandje hebben neergezet om een mooie sfeer te creëren. En er gingen heel veel comedians optreden. En ik was als tweede. En het was fantastisch. Omdat ik kon al een beetje relativeren. Weet je, je gaat natuurlijk je moet geen foute grappen maken. Maar ik kon al een beetje grappen maken over iets met een vliegtuig. Of ik weet niet, of over Saudi-Arabië. Of over Al-Qaeda. Waar je natuurlijk, weet ik veel. Maar ik weet dat ik een paar. Wel, de sfeer werd al mellow. En de laatste van de 10 was het wel, die optreden, zo herinner ik me, was Marc Marie.
En de sfeer was los. Het, we hadden gewoon in één avond had het publiek met ons het zeg maar verwerkt. Het was natuurlijk ook verwerkt en zo. Maar ja, het was wel 2-3 dagen geleden. Het is een van de. Het staat natuurlijk in de hoofdgegeven. En die kon zelfs grappen maken over mensen die uit het gebouw sprongen. Dat oh, wauw. Ja, dat is ongelooflijk. Dat was ongelooflijk. Omdat we gewoon met z'n allen wisten waar we. Die hadden we niet, zoals Thierry Baudet, op de app moeten zitten, die grappen. Maar in een besloten kring en dat je met z'n allen wat doet, mag je dat aftasten, zou ik maar zeggen. Weet je? We waren echt aan het aftasten. Kan dit al? En iedereen snapte wat we aan het doen waren. Van, kan dit al? Mogen we dit al zeggen? En Marc-Marie was daar een meester in. Kan ik zeggen dat? Weet je al? En nou heeft hij ook nog de grappen paraat. Dus dat was heel, heel bijzonder. Maar dan moest je oppassen met wat je zei. Ja. Maar voor de rest dat je. Ja. Nou ja, of dat je dus iets pakt waarvan het publiek zegt, nou nee, ook voor ons is dit, ja, dit zijn onze Kennedy's. Ja, zit te denken of er was een optreden geweest dat ik dacht dat. Ik kan me wel herinneren uit de opname van Dolf, die vertelde wel dat jullie samen, juist ook nog in de periode in de jaren 90, dat er natuurlijk ook nog geen nu.nl was en al helemaal geen mobieltjes om dat te checken. Nee. Dat jullie ook wel eens met actueel materiaal de zaal in gingen. Zo, oh wacht, met jullie hebben het journaal helemaal niet gezien. Nee, heel vaak. Nee, we kwamen er echt wel achter dat je het is zelden dat wat er die avond gebeurt, wat er die dag gebeurd is. Mensen werken de hele dag en dan gaan ze naar theater toe. Dus je wist als dat gebeurde, het ligt niet aan de grap. Ja. Nee, dat gebeurde heel vaak, ja, regelmatig. En toen dacht, dat is wel heel grappig dat je dat zegt. Toen heb ik een keer bedacht, dat leek me heel erg grappig, om dan een stuk te doen over iets heel actueels wat net gebeurd was, maar niet echt natuurlijk van. Hebben jullie journaal gekeken? Het is toch wat, hè? Ik had dan een volkomen fictieve gebeurtenis, ging ik beschrijven. Helemaal, niks, er gebeurde helemaal niks. Want mensen hadden helemaal geen houvast, weet je. Met het is toch wat, hè? Met die Van Santen. Godverdomme, die Van Santen. Meisjes van 20, dat kan toch gewoon niet? 14. En je zag de mensen echt kijken. Want ik ging dus alleen maar. Dat leek me heel grappig. Dus ik ging alleen maar suggereren dingen, want ik had natuurlijk helemaal geen. Er was geen niks gebeurd. Dus ik ging helemaal steeds gekkere dingen suggereren. Maar het werkte niet. Dus het enige wat leuk was dat ik afgelopen zei. Oké, nou ja, dit werkt niet. Dus niet zo. Dit werkt niet zo. Maar ik wilde het gewoon uitproberen, weet je. Of het misschien op een of andere manier wel werkte. Oh, wat goed. Dus dat heb ik wel een keer bij Sander van op Zeeland gezien. Toen waren we aan het oefenen voor Edinburgh in Engeland. Dat is ook zo grappig. En toen waren we ook in een tentje beland. Beneden. Zo'n keldertje van een café. En daar zaten 4 comedians. Jan Jaap was er, Kees van Amstel was er, Sander en ik. Want even tussendoor, Edinburgh, je bedoelt Fringe Festival. Ja, het Fringe Festival. We hebben met Comedy Train gestaan en dan hadden we een venue. Hè. Daar hadden we elke avond een set van 50 minuten en dan mochten we allemaal 10 minuutjes doen, 6 minuten doen. Weet je wel? Dat was fantastisch. Dat is geweldig geweest. Maar dan gingen we oefenen natuurlijk van tevoren, want je wil wat laten zien daar. Dus we waren een paar keer zijn we naar Londen gevlogen en toen gingen we oefenen in een tentje om vast te doen. En onder andere Sander. En het was een heel rare setting, want er was alleen maar er was geen publiek. Er was gewoon niemand, want iedereen in het café, die hadden een flyer gegeven van kom even kijken, weet je wel. Iedereen, ja. Maar iedereen ging gewoon lekker zuipen. Hij was totaal niet geïnteresseerd in Dutch comedians. Dus, en er waren nog 4 lokale comedians, die gingen ook wat. Het was gewoon alleen maar comedians onder elkaar. Ja. En ik heb er gelukkig een videoopname van gemaakt. Niet zo goede opnames, maar je hoort het heel goed. Ik heb in mijn broek gepist van het lachen. Met Sander, die ging dan opkomen met een soort, in het Engels uitgesproken Duits accent. Wat je, I'm Friedrich from Hamburg. En dan ging hij in het Engels-Duits praten, maar vervolgens ging hij het publiek beledigen dat ze niet lachten. Why aren't you laughing? Why aren't you laughing? You know, in Hamburg, daar ben ik Stingskanone nummer 1, weet je, daar ben ik Love Master. En dan ging je totaal debiele dingen, veel verzinnen ook van de koekenschanken. Oké, dat is mijn beste. This is my best. My best joke is met de koekenschanken. Waar is het? You know, de koekenschanken. En dan ging je allemaal, het werd heel laag. Alleen wij waren de enige die moesten lachen. Je ziet mijn camera echt heen en weer gaan. Maar iedereen, ze zaten echt zo. Met open bek, want ze snapte totaal niet wat hier aan de hand was. Ze konden hem totaal niet plaatsen. Ik zie Sander van op Zeeland nu voor me. Denk, ja, die kan volgens mij best een goede Duitser neerzetten. Ja, het was zo grappig. En dan ging hij ook nog daarna Eddie Murray beledigen. Want het was toen net uit Wimbledon was die dinges. Yes, you know why Eddie Murray didn't win Wimbledon? Because he sucks. Oh yeah, he sucks. En dat trokken ze ook helemaal niet. Ach man, het was zo grappig. En de MC was een soort gast. Dat was Woody Allen met een brilletje. Die ook zichzelf heel grappig vond. Dus die ging tussendoor zijn eigen mopjes vertellen. Wat echt tenenkrommend slecht was. Maar ja, het was heel mooi. Dus alles bij elkaar was het een verschrikkelijke uurtje, zou ik maar zeggen. Maar ik heb me kapot gelachen om wat er allemaal gebeurde.
Hoe gingen die shows op de Fringe? Op zich goed. Ja, ging op zich. We hadden wel iets stijgende lijn. En soms wat wisselend. Maar over het algemeen, laat ik zeggen, we waren niet de hit. Maar ze waren wel, in die tijd dat ik er was, maar ze waren wel goed. Ze waren goede shows. Ja, gewoon werden goed gewaardeerd. Het zat er redelijk vol tot vol. 80 man, toen tentjes hier. Eigenlijk was het. Voor Edinburgh is dat een prima bezetting. Nee, het was gewoon wel oké. Dat zou ik willen zeggen, maar ja, weet je, het was natuurlijk waanzinnig. Ik stond daar met Theo, met Thewe, met Raoul, met Van Sauwers, met Mark Marie. Ik mocht daartussen staan, weet je. Het was natuurlijk de beste van de Comedy Train. En ik heb één keer meegemaakt. Het was zo mooi om te zien. Dat was op een gegeven moment. Hans Thewe, die kreeg geloof ik 15 minuten of 20, want die wilde ook echt wat gaan doen daar en zo. En die was de ster natuurlijk. Prima. En er waren nog 3 of 4 van ons die hadden dan tussendoor, die mochten van tevoren wat doen. En ik heb echt letterlijk meegemaakt dat Hans, het was geen goede avond. En Hans Thewe begint en de mensen reageren niet. En hij doet een paar gekke dingen. En mensen reageren niet. Nou, dan ging in de aanval, jongen. Was zo mooi. Hij ging vooroverleunen. En hij ging gewoon op de rand van het hele kleine dingetje zitten. En hij ging gewoon mensen persoonlijk aanspreken. En het was onhoudbaar grappig, werd het. Omdat het zo direct was. Hij was zo krachtige theaterpersoonlijkheid. Fantastisch om naar te kijken. Dat ik zag van ja, er zijn er maar weinig die dit... Ja. Je zag hem gewoon denken, aanvallen nu. En nu als een roofdier, weet je. Ik ga jullie godverdomme krijgen. En dat is ook de tip natuurlijk, weet je. Als het niet goed gaat, moet je niet denken, oh kut, het ligt aan mij. Het gaat niet, nee. Je moet denken, ik zal jullie godverdomme krijgen ook. Ik heb dat echt sterk nu. Bij optredens die niet goed gaan, heb ik altijd, ik ga jullie krijgen. Wat ik ook moet doen, weet je. Dat zeg ik ook tegen de comedians altijd. Als het een avond niet goed gaat, bijvoorbeeld in de tijden dat nu zijn, dat er maar 30 comedians en 30 mensen zitten, dat het een beetje, dan is het soms stroever. Ga in de aanval. Ga nooit terugvallen op je beste materiaal of zo. Want dan verdedig je, dan ga je hangen zelf ook. En als dat dan niet lukt, dan ben je fucked. Dan ben je gewoon fucked. Ga in de aanval, want dan leer je iets. Want als je beste materiaal doet, het werkt niet, dan ben je nog dieper in het moeras in. En als het wel werkt, heb je niets geleerd. Dan heb je oude shit gedaan. Dus dat is, als het even kan, ga in de aanval. Zet een pauze en probeer gewoon te benoemen in je hoofd wat er aan de hand is. En ga ervoor. Ja. Dat is mijn gouden tip. Nou nog doen. Dat is weer iets heel anders. You know, man, you know. Ja, want het is de eeuwige ellende natuurlijk. Dat je, als het niet goed gaat, dan is dat moment van beslissen, ik ga het nu anders doen. Je gaat het uitstellen. Je gaat denken, maar ik doe nog even dit. Ik kan nog even dat doen. Ja. Weet je wel. En je krijgt ruis in de extra bijgedachte. Je denkt, nou, maar dan doe ik dit. Dat werkt wel. En dan... Je krijgt een andere... Weet je, je kan eigenlijk maar één gedachtepatroon tegelijk aan in je hoofd. En dan krijg je er eentje bij. Opeens moet je vooruit gaan denken. Wat zou ik gaan doen? Hoe ga ik het oplossen? Terwijl je nog door moet praten. Alsof je handen automatisch de akkoorden spelen. Terwijl je ondertussen... Hey, dat heb ik wel eens met gitaar. Als je een liedje heel vaak gedaan hebt... Dan kan ik ook een liedje op toneel doen als ik het gewoon eigenlijk kan spelen terwijl ik het motorische gedeelte automatisch gaat. Ja. En het is eigenlijk ook met goed improviseren of in een paniek situatie, dan moet je eigenlijk door kunnen praten terwijl je al denkt, oké, wat ga ik nu doen? Ja. En dan ligt ook een situatie, weet je, voor 1000 man in een hal waarvan je al weet dat ze willen suipen en wat ook volkomen logisch is. Dat is mijn enige gedachte. Jullie willen mij helemaal niet, jongens. Weet je. Dan weet ik gewoon, het is kansloos geweest. Het was kansloos geweest. Ik had er gewoon de energie niet meer voor om het te doen, weet je wel. En ik had nog een nummertje. Maar eigenlijk is wat je moet doen, is in de aanval gaan. Het benoemen. Had ik er nog eentje voor je? Mislukt optreden? Volgens mij waren dit wel de meeste beroerde. Wel. Ik heb wel eens gehad in Toenler ook dat er 2 dames vooraan zaten die... Die waren aangeschoten en die begonnen doorheen te praten. Dus ik zeg er wat van even rustig, maar ze waren echt te dronken. En nog een keer en nog een keer. Jongens, doe nou even, weet je. Ik kan gewoon niet, ik vind het hartstikke grappig wat jullie... Ik zeg maar, het kost even aandacht en zo. En alle technieken geprobeerd. Dus op een gegeven moment zeg ik, jongens, ik ga even aan het publiek vragen wat zij ervan vinden. Jongens, vinden jullie dat ik dit wat harder aan moet pakken? En die zeggen, ja. Er werd ook geroepen, laat ze hun bek houden. Zo. Ja, sorry, het publiek zegt ook, weet je wel. Doe nou. Nou, ik ging weer verder. Kwamen ze weer. Ik vraag het gewoon even aan het publiek. Jongens, mag ik nu alles zeggen wat ik wil? Heb ik nu een vrijkaart om alles te zeggen wat ik wil? Ja. Dus ik mag wat ik nu zeg ook. Het mag. Je hoorde ik mag. Dus vervolgens ben ik losgegaan over ze met abortus en met ik van wat. Toen begon er één te huilen. Serieus? Ja. Toen begon er één te huilen. Ik denk, oh kut, heb ik dat ook nog. En die liep weg. En die ander ging achteraan om me te troosten. Maar goed, het probleem was opgelost. Dus de zaal nog harder lachen. En toen de afloop, toen ging ze naar me toe. En dus ik wil dat ook nog uitpraten dan, terwijl het is gewoon een accident en ik kan er ook niks aan doen. En ik heb echt, er was geen andere oplossing. En toen begon ze tegen mij, ja, maar ik zit ook de hele tijd tegen die neusgaten van jou aan te kijken.
Waarop ik heel rustig tegen haar zei, gelukkig was Bas Gevelink, was de wijk, heel rustig. Ik zeg, wil je met me trouwen? Zullen we dat gewoon gaan doen? Gaan we gaan trouwen. Kinderen krijgen samen. Is alles opgelost. Oh god, man. Wat een hel was dat. Jezus. Dat vroeg ik me nog wel. Weet je, je bent natuurlijk ook redelijk uitgesproken in je mening altijd op het podium. Heb je dan... Dit zijn gewoon dronken vrouwen die er met z'n tweeën doorheen zitten te kletsen. Ja, en dan kunnen ze eigenlijk ook niks doen, weet je. Dat is ook nog eens een keer. Ik neem het niet eens echt kwalijk. Alleen ik moest de comedy situatie redden, weet je. Ja, ja, ja. Weet je, dat ging er mij om. Ik sta er om comedy te bedrijven. Terwijl ik had net zo goed gezegd, jongens, dat zeggen we ook wel eens. Ga lekker achteraan zitten met z'n tweeën. Want jullie verpesten het nou echt voor iedereen. Dat is ook wat je moet doen. Dan. En zo lossen we het ook. Als het gebeurt, wordt het ook altijd opgelost. Of mensen worden gevraagd. Ja, joh, je krijgt je geld terug en ga gewoon weg. Want dit is gewoon voor geen van beide partijen. Ja. Zo moet je het ook oplossen, weet je wel, altijd. En met grote groepen is dat soms wat lastiger. Maar die hebben we ook bijna niet meer. Maar een paar mensen die echt vervelend zijn, dat is gewoon oplosbaar, weet je wel. Maar ja, ja ik sta er ook om comedy te bedrijven. En, ja, nou ja, en om voor een hele zaal, niet alleen daarom, en voor die twee mensen. Dus, dan doe je wel stomme dingen. Maar wat ik wel wilde vragen, heb je wel mensen gehad die zich... Die boos worden of die zich uitspreken dat ze totaal met je oneens zijn? Nou, één keer in een zaal, een vlakke vloerschaal, zaal, dat ik op een gegeven moment een van mijn dingen over wat ik vind van dingen, onder andere het geloof en nog iets. Toen kwam er een man, die stond op en die liep door de reis en die kwam op me aflopen op het toneel en die begon tegen mij een preek te houden over God. En dat ik denk, nou, en toen heb ik hem afgekapt. Ik zeg, meneer, het is prima. Ik zeg, ik snap dat u van een andere... Ik ben heel rustig. Ik snap dat u anders tegen de zaken aankijkt. Ik kijk zo tegen de zaken aan. De afspraak hier vanavond is dat ik mag vertellen wat ik ervan vind. U mag een andere keer vertellen wat u ervan vindt. Dus ik stel voor dat u gewoon, als u het vervelend vindt om mij te luisteren, dan gaat u nu gewoon weg. U krijgt absoluut uw geld terug. Helemaal geen probleem. En ik ga gewoon vertellen hoe ik tegen de wereld aankijk. En dan mag u het een andere keer doen, maar mensen zijn hier niet om naar u te luisteren. Het spijt me heel erg. Gewoon heel rustig bleef ik. En toen ging hij ook weg. We zeiden dat ik heel mooi opgelost verder en zo. Dus het komt wel eens voor. Oh nee, ik heb één die zo goed. Oh nee, nou komt die. Dit is de beste. Oké. Okay. Die is namelijk zo mooi. Dit is echt die, en daar ben ik trots op. Ik sta in een toneelstuk. Er is een toneelstuk dat had Koos Terpstra geschreven over Lenny Bruce. Dat is de oervader van de stand-up comedy. Ja. En die man die was ook hard en die beledigde ook. En dan zei hij, die begon hem kokzakker gezegd en dat mocht hij dan niet. En dan kreeg hij de politie op zijn dak. Hè, van, je mag geen kokzakker zeggen, dat mag niet in het openbaar. En dan maakte hij er een ander woord van. En dan wist iedereen als hij tandenborstel zei, hij eigenlijk over kokzukken. Maar dan stond er echt politie achter in de zaal om te kijken of hij het woord niet zei. En er was ook, uiteindelijk is hij alleen maar met rechtszaken bezig geweest. En is hij aan de heroïne gegaan en is het helaas afgelopen. Maar hij was echt de samenleving aan het teasen ook, weet je. Daar was hij bezig. Nou, daar ging dat toneelstuk over. En ik speelde afwisselend met Raoul Heertje. Lenny Bruce. Ja. Maar ik ben natuurlijk geen acteur. Dus er waren topacteurs bij. Ik speelde met Kees Geel Frankie Lammers en zo. Super gaaf om mee te spelen. Ik kan gewoon helemaal niet acteren. Maar ik kwam dan op en ik deed dan een comedy act. Ik had ook één of twee echte speelscènes, maar dan deed ik gewoon niks. Dat was mijn enige ding. Niet reageren. Zij spelen. Zij, en dat is enig wat werkt bij mij. Gewoon alleen maar aankijken en hun het werk laten doen. En dan doen mensen het in hun hoofd wel. Dat is wat ik geleerd heb van acteren voor mij. Maar goed, in ieder geval. Dus ik moest iets bedenken. En het was zo. Op een derde van de show moest er iets gebeuren. Waardoor de politie, dan moest ik een comedy set doen van 2 minuten. En de bedoeling was dan dat ik dan zo chockerend was dat de politie opkwam en zei, hey, dat soort dingen zeggen we hier niet. Weet je wel, verzin dat maar eens in deze tijd. Verzin maar eens in deze tijd, een actueel stukje, dat de mensen denken in de zaal, dat kan ook eigenlijk niet. Dat mag je zo niet zeggen. Nou, ik had er twee die op een gegeven moment werkten. De eerste was, ik moest in België optreden. We deden ook een set in België. En er was toen net een leraar, een pedofiele leraar was er net ontslagen. Maar ze wisten niet precies wat hij met die kinderen gedaan had. Dus die man zat vast. En die kinderen die waren in de traumaopvang en zo. En toen zei ik als Lenny Bruce, had ik een stuk gemaakt van, dat pak je helemaal verkeerd aan. Kijk, die man moet vrij uitgaan. Want als die vrij uitgaat, gaat hij gewoon eerlijk zeggen wat hij met die kinderen heeft gedaan. En dan kan die kinderen gewoon beter helpen. En die kinderen die moet je helemaal niet psychologisch opvangen en zo. Want als je dat gaat doen, dan wordt het veel te belangrijk in die hoofdjes. Van, oh, zijn meneer heeft er aan je gezeten. Je moet het bagatelliseren. Je moet zeggen, er is niks aan de hand. En die man moet je gewoon niet straffen. Dan gaat hij gewoon eerlijk zeggen wat er gebeurd is. En dan kan je dus iedereen beter helpen. Dus de hele samenleving is beter af als je tegen die kinderen gewoon doet alsof het normaal is. En die trokken die Belgen gewoon helemaal niet, weet je wel. Wat ook de bedoeling was. Dat was ook de bedoeling van het stukje. Dus toen kwamen Frank Lammers op en Kees Geel als agent. En die zeiden, Lenny, dit kan echt niet, weet je wel. Nou, de zaal was het er ook wel mee eens. En toen had ik de mooiste. Ik moest optreden in Den Haag, in Diligentia. Ik vergeet het nooit. En er was toen net een interview geweest, een programma geweest over Beatrix en Klaus. En het ging erover dat Klaus, die zat onder de antidepressiva en onder de medicijn. Namens Jozef Stijf of zo, weet je wel. En die kon gewoon niet tegen het Koningshuis.
Dus een van de theorieën is dat hij die gouden kooi kon niet. Hij heeft ook zijn das toen afgeknipt een keer. Ja. En dat was letterlijk, hij kon niet tegen beknelling. En toen als Lenny Bruce gaf ik dus gewoon de koningin de schuld. Ik zeg, als ze echt van hem had gehouden, dan had ze hem gewoon vrijgelaten. Zij heeft die man in het ongeluk gestort, heeft gezorgd dat hij depressief was, dat hij medicijnen slikte en daar is hij uiteindelijk aan dood gegaan. Het is allemaal de schuld van Beatrix. En toen stond er intelligentie, maar dat, ik was Lenny Bruce, hè? Ja. Dus toen stond er een man op en die zei, dat mag jij niet zeggen. Dat mag jij niet zeggen, maar ik voelde me als een keeper voor een dichtgetimmerd doel. Want ik was Lenny Bruce. Ik was niet Hans Zibbel. Was ik wel, want ik meen het wel. Weet je wel? Maar ik stond, dus ik vond het geweldig. Dus ik zeg, ik mag alles zeggen, want het is gewoon waar. Dus u kan niet tegen de waarheid, meneer. En toen kwam Frank Lammers en kreeg scheel op. Dit kan je niet zeggen. Zo. En toen kreeg die kreeg een kaart applaus. En dat was de beste voorstelling die we gespeeld hebben. Want daarna klopte het hele stuk. Daarna voelde je dat die Lennon Bruce ook te ver kon gaan. En daar ging het stuk over. Wat is de grens van te ver gaan? En die avond werkte het. Dat was echt mijn moment supreme. Dat ik dacht, nu heb ik hem. Maar het was zo moeilijk, want in andere zalen werkte dat stukje weer niet. Dacht iedereen, maar het zal wel, weet je wel. Maar je moet koningsgezien publiek hebben. En het was in Den Haag. En in andere zalen werkte het gewoon niet. Dus elke avond was ik weer bezig om iets te verzinnen. En ook ik had ook een soort slotmonoloog moest ik doen. En die moest een beetje vaag zijn en een beetje zielig en een beetje... Het is zo moeilijk, man. Dus daar had ik ook... Die heb ik ook eigenlijk nooit echt helemaal goed gekregen. Maar dan krijg ik weer aanwijzingen van Koos, de regisseur. Ja, je bent er nog niet. Maak het scherp, maak het, weet je. Ja, verzin het maar, weet je. Dus het is wel een leuke... Maar ik speelde het ook maar eens in de 2-3 weken. Want de meeste keren speelde er... want ik deed daarna nog een hele tour met mijn eigen programma. Dus het was vast... Maar dat is wat was Elmer mijn mooiste moment. Dat je iets zegt en dat de mensen dan... En dan is acteren supercool om te doen. Had je nog vragen? Ik denk het niet. Ik zit heel hard te denken, maar je hebt al heel veel hele goede verhalen verteld. Goed zo. Tenzij er nog verhalen zijn. Ja, mag je wat mee? Nou, ik zal zelf wel wat komen. Die missen nog. Nou, wat ik nog wel benieuwd naar ben. Jij bent natuurlijk begonnen begin jaren 90 of eind jaren 80 misschien zelfs. Ja. Nee, begin, ja, 89. Ja. Toen had je verder niet nog... Weet je, we zitten nu hier in Comedy Café. Jij speelt heel veel in Toemler. In Utrecht heb je inmiddels een comedy club. In Rotterdam, in Eindhoven. Toen had je niks. Nee, maar stonden we tegenover. Je had ook heel weinig cabaretiers. Dus toen wij Leiden wonen, hadden we 80 optredens. Ik had een baan in de automatisering. En we zitten bij Harry Kies Theaterproducties. En we krijgen gewoon na 3 maanden een lijst. Volgend seizoen heb je 80 optredens. Dat was niks, joh. En 100, zeg maar, je optreden. Want er was zo'n behoefte aan cabaret. En er was geen actueel cabaret bijna meer. Twee jonge gastjes uit Amsterdam die schijnbaar talent hadden. Nou, dat hebben ze achteraf goed gezien. Denk ik, kunnen we toch wel zeggen. En dus we hadden gewoon heel veel optredens. En toen in 91 heb ik Roel Heertje ontmoet. En toen kwam ik achter de Comedy 2. En toen ben ik daar lid van geworden. En zijn we daarmee het pad op gegaan, zou ik maar zeggen. Af en toe. Want jullie deden toen ook veel shows in het land. Ja, we hadden helemaal geen eigen club. Tot en met 95 deden we het gewoon in een busje ergens naartoe. In cafés, in Utrecht. In het, hoe heet het ook alweer? La Comedy. Ja. Dat soort dingen. En dan stond je letterlijk met je rug tegen de bar. En dan zaten de mensen nog een beetje te drinken. En die moest je winnen. Als je goed was, werd het stil. En als je niet zo goed was, dan werd het vanaf achteren begonnen te zachter gepraat. En op een gegeven moment, als je klaar was, dan praatte iedereen. En het was gewoon survival to fittest. Maar dat betekent ook dat je eigenlijk alleen maar vrij platte grappen deed. Weet je, het betere korte beukmateriaal. Dus je kon je niet zo heel goed ontwikkelen. Maar om dat eventjes mee te maken is wel goed. Wat is de meest Spartaanse plek waar je hebt gestaan? Dat was op een festival. Het was niet Lowlands, maar het was een soort festival. En dan moesten we staan. En dan tussen de acts door was er een soort cabaret tent. En dan kwamen de mensen dus... die kwamen dan allemaal daar naartoe. Maar als er dan een act begon... Als er dan een muziekact begon die ze wilden... gingen ze gewoon weer weg. Hè? Dus, maar er lagen allemaal plastic beestjes op de grond. Dus dat was een... Tering, herrie. Het was gewoon halverwege mijn optreden. En toen was dat dan hoorde je gewoon van, die in die band begint te spelen. En dan ging je gewoon driekwart ging weg. En het was een geluid, jongen. Het was gewoon, ik kwam er niet overheen. Ik heb alleen maar staan lachen. Het sloeg helemaal nergens op. Het is ook helemaal niet meer leuk om te doen of zo, weet je. Het was echt bullshit. Nee, dat was echt verkeerd bekeken, hadden ze dat. Dus dat waren wel de... Ja, en wel een keer dat je een blackout hebt. Dat je, nou, ik heb een van de naarste die ik gedaan heb, die het meest recent is. Dat is december 2 jaar geleden geweest. Toen heb ik nog een soort eigen oudejaarsje gedaan. Voor mijn eigen lol. Met een muzikant. En het was een beetje muzikaal. En zo. Ja. Gewoon een lief jaar over zich. Geen enkele ambitie om het gewoon 10 keer spelen in de zaaltjes. En één keer was in Den Bosch. Verkadefabriek. En ik zit daar en we spelen. En ik doe een liedje van Bob Dylan. Maar ik ben gewoon heel slecht in gitaarspelen
met zingen erbij voor publiek. Dat is mijn concentratie. Ik ben dan zo bang dat ik mijn tekst vergeet, dat ik mijn tekst vergeet. Terwijl als ik praat, kan ik pauzes laten vallen. Ja. Weet je. Maar die gitaar gaat maar door. Of dat ik akkoorden niet meer weet. Ik ga ook altijd zweten bij gitaar. Dus ik vind het heel leuk om gitaar te spelen, liedjes te doen. Maar ik doe dat niet natuurlijk makkelijk op toneel. Nee. Dat kost me echt heel veel moeite. En ik ben ook niet echt een muzikant. Ik moet echt een liedje instuderen, weet je. Dat het een beetje automatisch gaat. En ik lukt gewoon niet. Ik probeer het te spelen en ik weet de akkoorden niet meer. Ik krijg een blackout en nog een blackout. En ik denk, ik sla het gewoon over. Maar ik kon het niet overslaan. Er zat een soort dwangmatig iets in me. En het werd echt niet leuk. En er zaten ook maar heel weinig mensen in de zaal. Er waren iets maar 40 mensen of zo. Heel weinig. Ik heb er altijd volle bak. Maar het was niet goed aangekondigd. Of mensen waren niet geïnteresseerd. Whatever. Ik weet niet wat er aan de hand was. Maar er waren heel weinig mensen. En het was echt. En de hele impresariaat zat er. Geert en Helga en Koos. Iedereen zat er. En vooral die runt uit de tent. Die zat was er ook bij. En daar schaamde ik me ook een beetje voor. En toen dacht ik echt. Dit is het. En ik zweet als een otter. Het was, en daarna liep ook niks meer. De conferences die ik daarna deed, moest ik op mijn papiertje kijken de hele tijd. Het was verschrikkelijk. Ik kon gewoon mijn hoofd niet meer op de rails krijgen. Heb ik zo zelden meegemaakt. En ik weet ook dat ik dat maximaal één keer per jaar meemaak. Het is wel een nachtmerrie die ik heb, ja? Die elk jaar terugkomt. Maar het gebeurt me soms één keer. En dan denk je, oké, klaar, liedje klaar. Ik ga die lekkere conferences doen. Die ik al heb voorbereid, die ik goed ken. Deze altijd met een papiertje erbij. That doesn't matter, weet je wel. En voor het zaal maakt het ook echt niet uit. Zaal vindt het oprecht niet erg. Maar ik wel. Ja. En toen kwam ik aan de aflopen en toen kon ik er zelf wel meteen wel om lachen. Toen zat ik in de kleedkamer en toen kwam iedereen binnen lopen. En iedereen een beetje zo kijken van, jezus, ik zeg maar. En toen deed ik zo, we kunnen er toch nog wel 10 minuten van uitzenden. Weet je, toen deed ik alsof het een tv-uitzending was. Ah, we kunnen er toch wel 10 minuten uit gebruiken, weet je. Om het te relativeren, maar het was gewoon helemaal. Nee, dat was wel pijnlijk, ja. Maar dat gebeurt soms, dat je concentratie is weg. En dan moet je erom vechten en dan. Het lukt gewoon niet altijd. Je bent soms niet in vorm, weet je wel. En met stand-up is in ieder geval de volgende die het weer kan opbouwen in de line-up. Maar soms in je eentje ben, dat komt gewoon heel af en toe. Het is avond. Natuurlijk ook een raar beroep, zeg maar, waarvan je verwacht wordt dat je er altijd. Ja, dat maakt ook vermoeiend. Want je moet elke avond 1,5 uur aanstaan, weet je wel. Ik heb nu een programmaatje gemaakt, gewoon voor de lol. Dat is Matthijs Verhallen, en dan speelt hij piano. En ik vertel dan wat me te binnen schiet terwijl hij piano speelt. Gedeeltelijk voorbereid, gedeeltelijk geïmproviseerd. Dat hebben we laatst gespeeld voor 12 man in Mancini op de Zeedijk. Heel klein theatertje. Superleuk om te doen. Want als hij speelt, hoef ik niks. Ik hoef alleen maar te luisteren. Ik heb mijn verhaaltjes al voorbereid. Dus het was een super relaxe avond. Ik wil er ook zeker vaker dat gaan doen. Dat is ontzettend leuk om te doen. Maar toen had ik ook op een gegeven moment een stukje. En dat kwam ik niet uit. Ik kwam er gewoon niet uit. Wat was dat nou? Maar ik kwam er gewoon niet uit. Maar toen achteraf zeiden mensen ook, dat was zo leuk om naar te kijken. Want we zagen je gewoon oprecht worstelen met een tekst. Ik kwam niet op, weet je, zoals die Engelsman, weet je, ik kwam gewoon niet op, maar het was noodzakelijk voor het hoef. Dus ik moest dingen aan mensen vragen, dus hoe heet dat nou, weet je? Maar het was voor de mensen heel leuk, maar voor mij was het de hel natuurlijk. Maar mensen vonden het oprecht niet erg, ze zeiden, oh ja, en de laatste die ook misging. Nou ja, maar het gaat gewoon mis als af en toe. Dat was in, ik heb een programma over corona gemaakt. De Corona Files, stand-up. Dat is een programma van 1 uur en 10 minuten met wat ik in de eerste coronaperiode mee heb gemaakt. En dat is een hartstikke leuk programma geworden. En dat heb ik 6 keer kunnen spelen. Namelijk in de Kleine Comedie. 2 keer op een avond voor 100 man. Dus ik heb het voor 600 man gespeeld. Okay, nou. In ieder geval gespeeld, weet je wel. En een klein stukje eruit zit dan heb je voor meer mensen gespeeld dan de meeste comedians. Ook dat. Dus ik was prima en superleuk om te doen. En het is echt een leuk programma. Ik had er ook echt zin in om te doen. En de eerste avond, er is een soort vloek van de Kleine Comedie. De eerste avond dat ik daar sta, van een serie. Was vroeger ook met de Kleine, de dinsdagavond zeg maar. Hoe ontspannen ik ook ben, ik weet dat ik fout ga. Het gebeurt me altijd. Dus het gebeurde weer. Ik krijg die duivel niet uit mijn hoofd. Dus ik kom op. Ik begin met spelen. En na 3-4 minuten op de eerste avond. Ik voel gewoon mijn hoofd rood worden. En er is hier weer de duivel. En ik kreeg hem niet weg. Wishful thinking. Ik kreeg hem niet weg. Dus ik begon te hakkelen. Ik begon ontzettend te zweten. Ik had echt mijn zakdoekjes nodig om de boel een beetje droog te krijgen. Alleen ja, ik ben gelukkig wat verder in mijn ontwikkeling. Dus ik kon het benoemen. Ik zeg, het gaat niet goed. Ik zeg, ik heb het nu een paar keer getry-out en dat ging hartstikke lekker. Ik zeg, dit is de vloek van de kleine. Het gaat gewoon niet lekker op dit moment. Het zie je ook aan, ik zweet veel meer dan ik moet. Ik weet mijn volgende onderwerp niet eens. Ik moet heel door mijn papiertje kijken. Ik zeg, maar ik ga je vertellen, dit komt goed. Ik weet namelijk uit ervaring, het gaat wel goed komen. Ze krijgen een applausje. Ik zeg, het gaat gewoon goed komen. Help me hier doorheen. Dus ik heb gewoon die in zijn bek gekeken en gezegd, you fucker, je moet oprotten. En dat duurde 10 minuten, 12 minuten. En toen op een gegeven moment kwam ik in mijn volgende verhaaltje. En toen, ik zeg, ja!
Ja, ik ben terug. Zie je, dame? En toen kreeg ik weer een vraag. Ik zeg, het is echt waar. Ik ben weer helder. Ik kan weer improviseren. Zal ik improviseren nu? Ik zeg, het gaat weer. En het was zo. En ik weet dat toen zat Kathleen Warnes onder andere in de zaal. En Vivienne. En die zeiden ook, ja. Zegt, voor jou het kut zit, zeg maar. Het was echt mooi. Het was echt gaaf om naar te kijken. Maar ja, het gebeurt gewoon. Dus je hebt je hoofd niet onder controle altijd, weet je. Mijn vader was overleden. En toen dacht ik, ik heb er geen last van. Ik moest 2 dagen later optreden in de Meervaart. Verleden jaar, 5 december is overleden, 7 december Meervaart. Ik moest daar staan. En ik denk, dat gaat prima. Ik had ook af kunnen zeggen, weet je. Maar ik denk, mijn moeder is dit jaar overleden. Daar had ik trouwens veel minder last van. Maar in ieder geval, hij was overleden. En ik begin in de Meervaart. En het gaat prima. En na 10 minuten opeens voel ik zo in mijn hoofd. En toen dacht ik, ik kan dit verhaal niet vertellen. Want het gaat ook over mijn vader. Het gaat ook over hem. Het gaat ook over. Ik heb ook een slotverhaal over mijn vader. Prachtig verhaal. Dus ik zag. Ik denk. Ik kan jullie. Ik heb een bijgedachte in mijn hoofd. Ik kan jullie niet leveren wat ik kan leveren. Namelijk mijn top op mijn topniveau. Ik ben de hele tijd met iets anders bezig in mijn hoofd. Ik wist oprecht niet dat het ging gebeuren. Want had ik jullie niet hier naartoe laten komen. Maar mijn vader is overleden. En ik heb er gewoon moeite mee. Ik ben niet heel verdrietig of zo. Maar ik merk gewoon dat mijn hoofd het niet aan kan om tegelijkertijd 100% energie en show te spelen. Dus ik ben bang dat ik ga stoppen. En toen kreeg ik een applausje. En toen begonnen mensen te schreeuwen uit de zaal. Gecondoleerd! Gecondoleerd! En het was prachtig. En na afloop, iedereen was oké. Okay. En ik kreeg na afloop van de Meervaart, wat schatten van mensen zijn, nog een flesje wijn thuis gestuurd. Van, gaat het oké? Okay? Gaat prima oké? Okay. En ik heb een keer een programma gemaakt over Amsterdam in 2019. Ja. En toen heb ik, dat deed ik ook. Dat was een programma van 2 uur. Een uur voor de pauze. Amsterdam historisch overzicht in een heel historisch decor met een 18e eeuws pak aan en zo. Het was 1 uur 10 minuten. En dan had ik een pauze. En daarna kwam ik in de stand-up op met felle lichten en een gekleurde, helemaal lekker. En ging gewoon even zeggen wat ik nu van Amsterdam vind. Dus dat was een superleuk programma. En dat speelde ik 10 dagen in de Kleine Comedie. Met een weekend ertussen, maar achter elkaar. Dus het is een hele mooie serie. Maar ook de laatste 2 avonden. Het was zo vermoeiend om elke avond 2,5 uur op toneel te staan. Dat had ik zo lang niet meer gedaan. Dat de laatste 2 kon ik niet goed meer spelen. Dus die heb ik ook af moeten zeggen. Met het lood in mijn schoenen heb ik ook van. Maar die kon ik van tevoren af zeggen van, nou, ik ga het niet doen. En toen kreeg ik dus. En ik had het programma van mijn vader afgezegd. En ik heb een keer, om een andere reden moest ik iets afzeggen. Toen kreeg ik een kaartje in de bus gegooid. Van mensen in de buurt in de Javastraat. En er was een van, bleek achter een studentenhuis te zijn. En die zeiden, ja, we zijn nu 2 keer, 3 keer naar je show geweest. En je 3 keer af moeten zeggen. We hebben ze alle 3 meegemaakt. Ik zeg, godverdomme. Ik zeg, nou, dat is prima. Dan ga ik voor jullie kaarten regelen vanaf nu. Dus toen had ik een ander. Wat had ik nou? Ja, toen hebben ze voor die stand-up inspiration. Heb ik stand-up corona kaartjes voor ze geregeld. Dat heb ik ze afgelopen week gezien natuurlijk. Ja, goed. Hoe kan dat gebeuren, weet je? Dat je ja. Of ze hebben die 2. Nou, ik denk dat ze de 2 gemist hadden. Dat zal het zijn. Want ik kan een derde me eigenlijk niet zo goed herinneren. Dingen zijn meestal leuk als het 3 keer is. Maar in ieder geval, die van mijn vader is waar. En die van, de Kleine Comedie. Moest ik afzeggen gewoon door dat ik het niet meer. Ja, het is gewoon te zwaar. 10 achter me. Ik weet ook dat ik dat nooit meer moet doen. Ik moet niet 2 series van 5 spelen. Nee, 5 keer op een avond. 5 keer op week een spelen. Avond is ook al lang. Ja, is gewoon lang. Vroeger met Dolf deden we natuurlijk. Deden we wel 2 shows op een avond. Hè, in 5 avonden per week. Maar dan waren je ten eerste met z'n 2. Maar ook dat was al voor mijn hoofd de grenzen van mijn kunnen, zou ik maar zeggen. Ja. En dat moet je gewoon niet doen. Ik speel nu niet meer 3 keer per week. Anders zit gewoon, je wordt ook wat ouder. En je wil die 100% blijven leveren, weet je. En dat kan prima als je, hè, mijn tweede tip aan iedereen die ouder wordt is, drink suiker. Dus drink na een uur in je show, appelsap of AA drink. Want dat kwartier daarna komt het, of die 10 minuten daarna komt het suiker bij je hersenen. En dan ben je gewoon veel sneller en scherper. Ja. Anders ga je gaat altijd na een uur. Dus bij de marathon ook zo. Na een uur ga je voor het vermoeidheidsverschijnsel en ga je hakkelen. Maar je kan tijdens het lopen niet zoveel suiker drinken. Maar dat kan prima tijdens optredens. Dus ik heb altijd naar optreden. In je hersenen draai je echt gewoon puur suiker. Glucose. In studietijd ook. Drink glucose. Neem dextro. En je bent gewoon helderder. Dus zorg dat je altijd na ongeveer een uur, eigenlijk na 45 minuten, heb ik gewoon een vast moment in het programma dat ik 1 of 2 glazen appelsap of energiedrank, maar zoveel mogelijk suiker naar binnen. Werkt als een fucking tierenlier. Echt waar. Echt nou, waar. Schrijf mee. Gouden tip. Allerlaatste waar ik nog naar wil vragen, want die schoot op mijn hoofd toen je net vertelde over Kleine Comedie. Ik heb ooit jaren geleden een programma gezien van jou en Maarten van Roosendaal. Ja. Zo'n een oudejaarsje. Oh ja, ik weet het niet. Het was ook zo'n tussenoudejaarsje wat we deden. Ik weet alleen dat het erop neerkwam dat jij ging eigenlijk doen wat Maarten normaal deed. Ja. En Maarten ging doen. Maar David deed hij ook mee, want Koos heeft hem overgehaald om het te doen. We waren niet echt vrienden van elkaar of zo, maar we kenden elkaar. We zijn samen elkaar shows geweest. En we kwamen elkaar in Toemelen wel eens tegen.
Maar Koos heeft hem, dat was zijn ding. Ik heb de opname er nog van. Het is niet geweldig. Het was niet geweldig. Maar het was heel leuk. En het was live. Was het gewoon een leuke avond. Weet je wel. Hè, maar als je terugkijkt, denk je, oeh, dat was allemaal. Je kan zien dat we hebben het ook maar 10 keer gespeeld. Ik kan me vooral herinneren dat jullie samen heel erg veel lol hadden om hoe het ging. Maar hij moest dat jullie door hadden dat het niet. Hij moest een conferentie houden. En ik moest. En we kwamen mee waren. Maar de lol was dat we dat hadden. En het heeft hem ook wel geholpen. In, dat zei hij ook wel achteraf, dat hij daardoor veel relaxed achter de piano een verhaal kon vertellen. Ah, oké. Okay. Dat heeft hem echt wel geholpen. Het heeft hem echt wel zijn act een beetje. En dat zeg ik ook tegen iedereen, weet je wel. Je moet soms veranderen. Daarom is het ook hartstikke goed als je opeens hier of in Toemler voor heel weinig mensen moet optreden af en toe. In plaats van een volle bak. Dan wordt er gewoon dynamiek wordt anders. En dat is gewoon heel goed om dat aan te voelen. En dat in een andere setting te spelen. Daarom vind ik altijd heel leuk om in rare settings te spelen. Weet je, in een kerk of in een weet ik van wat, weet je. Dat doet altijd wat met je. Ja. Altijd. Hè, ik heb in de open lucht opgetreden. Maar zodra ik een uitnodiging krijg voor een rare plek. Van wil je optreden in een koeienstal? I'm game. Altijd. Want dat heeft wat op. Dus achteraf had ik ook weer voor 1000 mensen van foto van optreden. Had ik denk ik toch gezegd ja. Gewoon voor die moment. Maar nu zeg ik nee. Top. Dankjewel. Heel graag gedaan, man. Dat was hem, de Elektra podcast met Hans Sibbel. Ga Hans een keer live zien als hij bij jou in de buurt speelt. Volg Elektra op social media. Je vindt ons op Twitter, Instagram, Facebook. Vergeet niet te abonneren. Geef een duim omhoog en laat even hieronder in de comments achter wat je van deze aflevering vond. Dat vind ik heel erg leuk om te lezen. Ga naar elektrapodcast.nl als je de podcast wil steunen. En anders tot de volgende Elektra. Hoi!